De Maasheggen in Brabant is het enige UNESCO-biosfeergebied in Nederland. In het noorden van Limburg hebben de gemeenten Bergen, Gennep en Mokum-Middelaar de ambitie om zich bij dit gebied aan te sluiten. Om de UNESCO-status ook in Limburg te krijgen, moeten de Maasheggen hersteld en opnieuw aangeplant worden. De provincie Limburg heeft hiervoor een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. Nou, we zijn afgelopen jaar begonnen met het herstellen van de Maasheggen. Dus daar waar in een heg echt gewoon plekken leeg kwamen door slecht onderhoud, hebben we ingeboet, zeggen ze dan. Dus nieuwe tussenrug geplant. En nu zijn we begonnen met dit jaar met het echt nieuw aanleggen. Dus we zien hier al dat we een paar kilometer aan het planten zijn deze periode. En de komende 2-3 jaar moeten echt gewoon de overige kilometers ook geplant worden. En dat is nog een flinke opgave. Die oude vervallen heggen gaan we herstellen samen met boeren. En we proberen een groot aantal nieuwe heggen aan te leggen. We hebben nu binnen dit project de ambitie om 77 kilometer aan heggen te realiseren. De heggen hebben altijd een belangrijke rol in de geschiedenis van het landschap gehad. Maar ze dragen ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. We staan hier aan de stuwwal met de Mokerheide en Sint-Jansberg. En daar zie je ook dat de biodiversiteit echt achteruit gaat. En als je dan een meidoorn als heg terugplant, dan is het echt een meerwaarde voor die biodiversiteit. En daar willen we echt stappen in zetten. Hey, die hagen zitten tal vol leven. Je hoort hier op de achtergrond allemaal zandvogels. Die moeten ergens broeden. Die hebben ergens dekken nodig. Dus die hagen zijn echt levensaders, zeg maar. En ook die ze herbergen voedsel, bessen, die bloesems zijn goed voor vlinders, bijen. Kleine zoogdieren migreren er langs af. Het herstellen van het heggenlandschap is een goed voorbeeld van samenwerking tussen landbouw en natuur. Je hoeft niet het hele perceel vol te planten, zeg maar. Je kunt er gewoon op de perceel, ik zou je landbouw kunnen bedrijven. Maar je moet er wel een haag omheen hebben, zeg maar, om die natuur ook iets te kunnen bieden. Kunnen we de grondeigenaar een beheercontract aanbieden. Dan krijgen ze een beheervergoeding, zodat ze die heggen ook weer goed kunnen onderhouden. We zijn alle drie wethouders die heel graag ook in de buitenlucht komen. En echt een hart hebben voor de agrarische sector ook. En als je dan met zo'n natuurproject ook voor de boeren iets kunt opleveren, dat ze verdienmodel erbij krijgen, dat is echt, daar staan we als met twee collega's ook van harte achter.